Hoe oud was ik toen ik begon kijken, met kijken? Even nadenken. Ik niet meer. Zolang als ik me het kan herinneren, denk ik. Ik vind het gewoon echt een toffe serie. Ja, dat is het. Een toffe serie. De verhaallijn van Marike. Die natuurlijk dementie had. Hè, en die, nou ja, euthanasie wou plegen op het moment dat het zover was. Nou ja, nou, mijn vader die had het ook natuurlijk. Of nou ja, die was ziek. Die had geen dementie, maar die had kanker. En die heeft natuurlijk ook euthanasie gepleegd vorig jaar. De 13e juli. Maar op de manier hoe wij met zijn ziekteperiode omgingen, dat kon ik dus wel een beetje vergelijken in dat van Marike. Ik probeer het zo vaak mogelijk vooruit te kijken, maar meestal ben ik al te snel. Dus dan, ik slaap best laat, dus dan lig ik in bed en is 12 uur, is de nieuwe aflevering online. En dan kijk ik hem direct en dan moet ik weer een dag wachten voordat ik weer kan kijken. Dus ik wil altijd wel heel snel de nieuwe aflevering zien. Op mijn stage ook, als mensen dan vragen, ja, wat gaat er dan gebeuren? Dan moet ik verklappen wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En dan, maar goed, dan vertel ik wel wat er gebeurt. Ja. Janine Elschot natuurlijk, hè? En Lilo Sanders, Lucas en Nina. Eigenlijk best wel heel veel. Zolang als de serie bestaat in ieder geval, wil ik blijven kijken. Ja, dat lijkt me erg leuk. Nee, maar nooit iemand van goede tijden. Al zou ik het wel willen. Hoppeta, we gaan iemand verrassen. Ja, we gaan Stefan verrassen. Het heeft allemaal te maken met de 6000ste aflevering. We lopen een beetje door, want we zijn al laat. We komen net uit de studio. En dit wordt een heel bijzonder verhaal. Want Stefan die heeft wel wat te vertellen, geloof ik. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het horen. Die kant op? Ja, ja, ik heb zien. Ja. Oh mijn god. Oh mijn god, even aan. Hallo. Hoi. We waren in de buurt. Nee, joh. Knap? Ja, ja. Dat is wel heel leuk. Het is echt gezellig. Ja, dat is ook heel leuk. Hallo. Hallo, hi Stefan. Hallo, lieve. Hé, het is leuk, wat grappig. Echt en hoe kwam het zo dat je dacht, ik ga die serie nou eens even lekker kijken? Dat weet ik. Moest je met je moeder meekijken, nou, bijvoorbeeld? Ja, mijn moeder keek vroeger wel. Dat weet ik niet eens meer. Het is echt zo lang geleden dat ik voor het eerst Goede Tijden heb gezien. Ik denk dat het... Nee, ik weet niet eens meer. Ik denk meer dan 10 jaar geleden dat ik ben begonnen met kijken. En waarom ben je blijven hangen dan? Wat leuk is, interessant. En dat, nou ja, hoe jullie het spelen is echt supergoed. Ja, want dat was natuurlijk nogal een verhaallijn die wij samen gespeeld hebben. Ja, ik heb het nog gedaan. Wat vond je daar bijzonder aan dan? Nou, natuurlijk omdat mijn vader ziek was. Hè. Die heeft euthanasie gepleegd, dus dat vond ik al heel bijzonder. Dan moest ik echt wel, op de manier hoe je het speelt, moest ik echt wel om huilen. Maar ja, maar wel gewoon om in de zin dat het goed gespeeld is. Het is niet nep gespeeld, maar op de manier hoe je dat zegt van ik wil niet meer. En dat jullie elkaar dan zo aankijken, ja, dat had ik ook met mijn vader. Alleen mijn vader had dan geen dementie natuurlijk, die had kanker. Maar op de manier ook hoe wij er naartoe leven, van, hè, dat je alles wou beleven zolang als het nog kan. Hè, de dingen doen die je nog kan, als zolang dat je nog herinnert, had mijn vader ook. Dus daar kon ik me wel heel erg in vinden. Dus dat was wel mijn favorietste, nou wel mijn mooiste gedeelte van Goede Tijden. Ben je soms ook wel eens nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat op de set? Natuurlijk. Zeker. Hoe nieuwsgierig? Best wel nieuwsgierig. Zou je dat een keertje willen meemaken? Dat lijkt me heel erg leuk. Ja. Zou je een keer willen komen figureren of misschien zelfs wel een heel klein gastrolletje spelen? Dat zou een hele grote eer zijn, denk ik. Ja, daar ben ik een beetje mee overvallen. Is dit een ja? Ja, ja. Wat erg, jongens.